Een tiener uit Dordrecht is overleden na een ongeluk op de snelweg A58. Hij botste vanochtend met zijn jeep tegen een verkeersbord in de buurt van Tilburg. Rond 6:30 vloog hij met zijn auto over de vangrail en hij botste tegen de palen van het matrixbord. De politie denkt dat de man van 19 via de beginnende vangrail werd gelanceerd en daarna met zijn wielen in de berm is beland. Ambulancepersoneel had veel moeite om hem uit zijn pick-up te halen. Hij overleed een paar uur later in het ziekenhuis. De snelweg was een tijdje afgesloten, zodat de politie de brokken kon opruimen.